Zelda en Zorro is een plek om te onthaasten, om te ontmoeten voor jonge gezinnen, families, vriendengroepen met kinderen. Ik denk dat er nu meer dan ooit behoefte is aan een kindvriendelijke plek, maar die ook parent-friendly is. Het winnen van de challenge was zeker een enorme boost voor ons. Dat heeft ons enorm geholpen, want het zijn toch hele rare tijden geweest. En nu nog. De selectie van de meubels was eigenlijk helemaal niet moeilijk, want La Redoute heeft zoveel mooie spullen. We hebben hulp gekregen ook van een stylistenteam en zijn dan via moodboards eigenlijk aan de slag gegaan om de verschillende ruimtes hier in te richten. Toen we binnenkwamen, viel vooral zo de huiselijke sfeer op. Jona voelde zich meteen thuis en ik kon gaan spelen. Maar ik kon dus ook even kijken waar ga ik precies zitten, want alles leek er eigenlijk heel uitnodigend. Ik heb superveel leuke items opgemerkt. En dan denk ik toch wel vaak, hoe zou dat bij mij thuis staan of wat zouden we kunnen combineren? Dus je doet wel heel veel ideetjes op, ook voor in je eigen ruimtes toe te passen. Ik heb een favoriet hoekje hier en dat is eigenlijk het hoekje achter mij met de koraalrode zeteltjes. Die zitten echt fantastisch. Ik wou dat die bij mij thuis had.